Deze video gaat over het herleiden van goniometrische formules. In deze video ga ik je laten zien hoe je van een cosinus naar een sinus kunt komen of van een sinus juist naar cosinus. Bij het herleiden van goniometrische formules zijn een aantal formules heel erg belangrijk. Ik heb ze hier even opgeschreven, het zijn er 7. En deze 7 krijg je er bij het centraal examen niet bij, dus ook niet bij je PTA. En die moet je dus uit je hoofd leren. Ik neem ze even met je door. Je ziet hier aan het begin staan. Dit zijn allemaal formules waarbij ik van sinus naar sinus kan. Dus bijvoorbeeld van sinus min a is gelijk aan min sinus a. Maar ook min sinus a is gelijk aan de sinus van a plus pi. En hier zie je een formule staan om van sinus juist naar cosinus te gaan. Dus als ik sinus a heb, is dat hetzelfde als de cosinus van a min een half pi. De vierde regel die komen we ook vaak tegen. Sinus kwadraat a plus cosinus kwadraat a is 1. Nou, zie je hier nog 3 formules waarbij je juist van een cosinus naar een andere cosinus kan, of van cosinus naar sinus. Hier bijvoorbeeld, cosinus min a is cosinus a. En let goed op het verschil tussen deze en deze die hier bovenaan staat. Het scheelt maar 1 minnetje. Hier zo, min cosinus a is gelijk aan de cosinus van a plus pi. Deze 2 zijn juist wel weer hetzelfde. En tenslotte, cosinus a is gelijk aan de sinus van a plus een half pi. Dat is natuurlijk ook wel logisch als je dat vergelijkt met wat hier staat. Tel er allebei maar binnen de haakjes een half pi bij op. Oké, we gaan die formules nu in de praktijk gebruiken. En ik heb hier staan een oefenvraag herleid tot de vorm sinus ax plus b. En we hebben gekregen dit. We moeten dus min cosinus 2x min 1 derde pi schrijven in de vorm sinus en dan tussen haakjes nog wat. En dat gaan we doen met de hulp van de formules die je hier ziet staan. Het eerste wat we gaan doen is, ik heb min cosinus. En ik zou het prettig vinden om van min cosinus gewoon cosinus te maken. Want als dat me gelukt is, dan kan ik met behulp van de laatste regel van cosinus in één keer naar sinus toe. En dat is wat ik wil. Nou, je hebt misschien al gezien, bij deze regel heb ik min cosinus en dan kan ik er gewoon cosinus van maken. En dat doe ik door aan de binnenkant er pi bij op te tellen. Dus dat gaan we ook doen. Dus je noteert, dit is gelijk aan cosinus 2x min 1 derde pi plus pi. Nou, als ik dat even bij elkaar optel, krijg ik natuurlijk 2 derde pi. En dan is het gelijk aan dit. Zo. Die tussenstap die ik hier opschrijf, hoef je van mij niet per se op te schrijven, maar voor de duidelijkheid van de video doe ik dat wel even. Je mag hem ook gewoon weglaten, je mag ook in één keer van die daar naartoe. Nou, nu ben ik hier en nu ben ik dus precies waar ik wil, want ik wilde graag dit hebben. Want als ik dit heb, kan ik dat zeggen. Dus wat gaan we doen? Aan de binnenkant tellen we er een half pi bij op. En van de cosinus maken we sinus. Dus is gelijk aan sinus 2x plus 2 derde pi. Plus een half pi. Zo. Deze 2 kunnen we bij elkaar optellen. Dat wordt 1/16 pi. Dus is gelijk aan sinus 2x plus 1/16 pi. En nu zie je dat we de vorm gekregen hebben die we willen, namelijk sinus ax plus b. Dat zie je hier staan. En nu hebben we deze vraag helemaal netjes uitgewerkt.